Met 12 verhuiswagens trok de N-VA naar de scheepslift van Strepie. 12, zoveel zijn er volgens de N-VA elk jaar van doen om 11 Vlaamse miljarden, omgezet in 226 miljoen briefjes van 50, naar Wallonië te voeren. Wij willen wel degelijk solidair zijn. Ook als N-VA laat ik het mij niet zeggen dat wij egoïsten zouden zijn die het geld in onze eigen zak willen steken. Wij willen van gemeenschap tot gemeenschap solidair zijn, maar dan op een manier die transparant is. Voor zaken die objectief noodzakelijk zijn, voor mensen die het nodig hebben, niet voor dit soort zaken. Volgens de N-VA is de scheepslift van Strepie zo'n nutteloos en peperduur bouwwerk dat Wallonië niks vooruit helpt. 11 miljard jaarlijks van Vlaanderen naar Wallonië, dat is meer dan wat Zuidoost-Azië nodig heeft na de tsunami, zegt de N-VA. Een provocatie, zo lijkt het. De vraag is wie door wie geprovoceerd wordt. Telkens malen wanneer er uit Vlaanderen verzuchtingen komen, ook om de wet na te leven. Ik denk aan die splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, dan stuiten wij constant op een no. En dat is nooit provocerend. Maar Vlaanderen heeft straks wel de Franstaligen nodig om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. De Waalse minister voor Economie noemt de actie van de Vlaamse regeringspartij N-VA alvast een stupiditeit.